Ik ben hier groot geworden. Met paarden geploegd. En zo bouw je een hele historie op. Gelukkig gaat dag voor dag en niet in één keer. Dit landschap roert je zintuigen. Aan de visuele kant, de uitgestrektheid, het kleurmozaïek. Door je neus snuif je de graanoogst, de wind die kom je tegen op het moment dat je de eindeloze rechte wegen befietst. En het liefst dan voor de wind, maar ook tegen de wind. Dus zeg maar, alle zintuigen worden op een intrigerende manier aangeraakt. En dat beroert mij en dat roert mij ook. Dus eigenlijk kijken we hier naar de zeebodem. De opgeslipte zeebodem. En in de verte zien we de Dollarddijk. En zo werd er eigenlijk iedere 50 jaar vanaf 1600 kwam er steeds een strook bij. En al dat vruchtbare land dat veroorzaakte dat hier de hoogste bodemvruchtbaarheid had van heel Europa. En er kon zich hier echt de graanschuur van Nederland ontwikkelen. 19e, begin 20e eeuw. Dit is meer het overgangsgebied van de uitgestrekte polders naar een gebied waar dus de dorpen zitten. Je ziet voor ons Beerta, je ziet aan de rechterkant dus Blauwe Stad, maar schuin voor ons zien we Winschoten. En zo is dat een onderdeel van die rand van het schiereiland van Winschoten. In het Middenpleistoceen werd het Oldambt in zijn geheel door Scandinavisch landijs bedekt. In de twee na laatste ijstijd, het Elsteriën, ontstonden daardoor smeltwatertunnels onder het ijs, die later door materiaalafzettingen zijn opgevuld. De potklei die bij Winschoten gevonden wordt, is hier een overblijfsel van. Tijdens het Saliën, de voorlaatste ijstijd, werd door schuivend ijs keileem afgezet. In de laatste fase van het Saliën was de stuwing door ijs dusdanig dat het keileem samen met oudere bodemlagen in hoge rimpels werd opgestuwd. Deze rimpels, de zogenaamde stuwwallen, zijn ook nu nog duidelijk herkenbaar in het landschap. In de laatste ijstijd, het Weichselien, werd het Oldambt niet bedekt door ijs, maar er ontstond een landschap van permanent bevroren grond, droogte en zeer schaarse vegetatie, waarop de wind vrij spel had, waardoor dekzand werd afgezet, dat later door getijdenwerking weer grotendeels verdwenen is. Vanaf 10.000 voor Christus stegen de temperatuur en de zeespiegel geleidelijk en veranderde het Oldambtster landschap in tundra, naaldbos en uiteindelijk in moerassig loofbos. Vanaf 3000 voor Christus werd het Oldambt langzaam bedekt met veen dat tussen 800 en 1200 na Christus door mensenhanden ontwaterd is, totdat door klink het laagveen overbleef. Vanaf 1200 na Christus heeft het gebied een aantal heftige inbreuken vanuit de Dollard gekend, waardoor het laagveen en de verhoogde nederzettingen ten noorden van Winschoten nagenoeg zijn weggeslagen. De weggeslagen delen zijn daarna in relatief korte tijd opgevuld geraakt met zeeklei. Vanaf ongeveer 1500 is de mens het Oldambt terug gaan winnen door omdijkingen. Nou, we staan hier bij een van die grondmorene ruggen aan de noordzijde van Blauwe Stad. We zien daar in de verte ook weer de Goldhoorn. En hier aan de binnenzijde van deze ruggen was een soort laagte. En het was een uitgelezen plek om die Blauwe Stad te ontwikkelen. En je ziet dat op deze ruggen de ruilverkaveling de landschappelijke verschillen goed zichtbaar maakte, ook door middel van bos. Dit is een mooie plek waar het contrast van het Oldambt heel duidelijk zichtbaar is. Die voormalige Dollarddijken die hier bij elkaar komen en overgaan in de Goldhoorn. We zien in de verte zien we nog restanten van die oude Dollarddijken in het land liggen. Maar het is ook de plek waar hier een Oldambtse boerderij staat met een hele mooie slingertuin.
en vervolgens een heel modern loonbedrijf wat pas geleden flink is uitgebreid. Nou ja, het is zoals het is en dat past ook wel bij de hele structuur van het gebied en de aard en geschiedenis van het gebied. Nieuw naast oud in een grote maat en schaal. Ik vind die kwaliteiten altijd heel belangrijk om die ook mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingen. Dus toch steeds het verhaal weer opnieuw te vertellen en te laten zien waarbij je... Ja, waarbij je het ziet als een soort perkamenten rol waarin je de oude lagen nog steeds door ziet schemeren. Dat is belangrijk omdat je dat ook kunt economiseren. Dus niets staat op zichzelf. Alles is naar mijn idee een nieuwe ontwerpopgave. Dit is een restant van een van de oudste dijken. En die zijn zo rond midden 1700 is die dijk hier neergelegd. En zo krijg je dus opeenvolgend krijg je een aantal andere dijklichamen die nog zichtbaar zijn. Er wordt gezegd van God schiep de aarde, de mens uit de Oldambt. Het is allemaal man-made met een enorme worsteling. Niet alleen de strijd tegen het water, maar ook die hele sociale strijd die hier gewoed heeft. Die heeft zijn sporen nagelaten in het karakter van de mensen, in de entiteit en de identiteit van het landschap. Een doorkijk naar de verdere ontwikkeling van dit gebied op basis van die schaalvergroting, die vraagt een paradigma shift in het denken. Om de waarden van het landschap niet te verkrachten. In een gebied, in een straal rondom mijn bedrijf, er zijn 100.000 tot 150.000 varkens gekomen waarvan wij zeggen van jongens, had dat nou niet anders gekund? Ik zou zeggen, er kan een tandje bij in de sprong naar voren. Het nadenken over een transitieproces in het landschap, dat kan zeer uitdagend zijn. En zo zou je op het terrein van duurzaamheid, zou je met elkaar iets kunnen gaan betekenen voor de toekomst van dit gebied. Oldambt is het best bewaarde geheim van Nederland. Volgens mij, als je geld hebt op dit moment, als je het hier belegt, dan weet je zeker dat het meer waard gaat worden. Ik heb veel over de wereld gezworven, maar als ik weer het torentje van Vesterwolde zag, dan ben ik weer thuis.